De EU gaat een project financieren om de vrouwen van Brunswick te versterken. Jude da Silva, programmanager van de European Union Delegation, heeft gisteren een ontmoeting gehad met de plaatselijke vrouwelijke ondernemers. Het project wordt uitgevoerd door Conservation International Suriname, CIS. Het tweejarige Local Actors for Change in the Hinterland project is vorig jaar getekend tussen de EU en CIS. Het voornaamste doel is om duurzame ondersteuning te geven aan de vrouwen van alle 8 dorpen aan de Brunswick. Het opzetten van een craftsmarkt en trainingen zijn onder andere de projectdoelen, zegt Loes Trustful, Senior Communication and Development Manager van CIS. We werken met een groep van verschillende vrouwen. Er zijn meer dan 100 leden totaal. We weten dat de meeste vrouwen, zeker in het binnenland, erg ondernemend zijn, maar vaak kleinschalig. Ze willen wat professioneler gaan werken en dingen gaan doen om zichzelf te versterken. Ze willen ook, ze hebben een jaarplan gemaakt en allerlei activiteiten gelist die ze willen doen. En we zullen ze daarin ondersteunen. In dit project is het accent erg op vrouwen. Omdat vrouwen historisch een kleine achterstand hebben die ze nu aan het inhalen zijn. Maar we hopen met dit project binnen 2 jaar ze op een bepaald niveau te krijgen. Zodat ze hun eigen kracht ten volle benutten en dat ze al de ideeën die ze hebben ook kunnen verwezenlijken. Het project kost ruim $800.000 en wordt in 2024 afgerond.